Cambuur spelen justerjoen de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. En traditioneel wie dat zijn DTD. Een verslag van Andor Faber. Voor een aantal spelers wie het haar een eerste optreden in het geel-blauw. Zoals voor Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs. Bij de spelers kwam oer van Jong AZ. Als je hier de eerste wedstrijdje van het seizoen speelt, je loopt het veld op en er staan een paar gasten achter het doel al met vuurwerk en met rookbommen. Ja, dat is toch. Dat brengt wel sfeer met zich mee en dat smaakt naar meer. En kijk uit naar het debuut in het stadion. Allebei spelen ze op het minfield en tegen DTD is het Hoedemakers die het eerste mogelijkheid krijgt. Een doelpunt dat zou een droomdebuut wezen voor zelfs, maar dat slaat het net. Dochs is er blied naar Orin. Ja, hartstikke mooi. Mooi shirtje, man. Nee, ik heb echt genoten en publiek kennis gemaakt met Jamie als zij. En, ja, het is inderdaad wel even wat anders dan bij Jong AZ. Dus ik heb echt genoten. Leuke wedstrijd gespeeld. Ze spelen bij AZ Jirren te Gjerre en ze kimmen koor dus heel goed. Als er dan Ian is die het weet wat voor type voetballer Jamie Jacobs is, is het dus Mees Hoedemakerswol. Jamie is een stiertje. Die gaat gewoon, die blijft maar gaan. Maar inderdaad, wat Jamie ook zegt, Jamie is ook gewoon een goede voetballer. Dat moet je ook niet vergeten. Jamie kan scoren, Jamie kan team op sleeptouw nemen. Dus zeker een nuttige speler voor dit Cambuur. En dat Jacob scoren kan, dat liet er zien. Hij maakt het 2-0 met dit mooie schot van Oosthoorn. Hoedemakers is wat meer de verdedigendere middenvelder. Ek hij is dicht bij een goal in de tweede helft, maar zijn schot ploft Utenwaar op een lotte. Nevens Jacobs kennen de Ljouters een soort willen belibben aan Hoedemakers. Ik denk dat Mees kan uitgroeien tot een van de belangrijkste spelers van Cambuur. Met zijn rust aan de bal, overzicht op het middenveld, altijd aanspeelbaar. En op die positie altijd weinig balverlies. En ik denk dat dat voor een ploeg heel belangrijk kan zijn. En ik denk ook dat we een aardige tandem kunnen vormen komend seizoen. Cambuur wint de eerste oefenwedstrijd uiteindelijk met 8-0. Onderhoren toch deze mooie goal van Stanley Akoy. Mij, Hoedemakers en Jacobs is Cambuur dus officieel uiteenzetten om het nieuwe voetbalseizoen. De verwachtingen zijn hoog in Leeuwarden. Die hebben wij absoluut ook. Wij willen een mooi seizoen draaien, bovenin meedoen. Maar de eerste drie wedstrijden lastig potje meteen en dan kunnen we meteen zien waar we staan. Dus we gaan het beleven. Dan staan we nog wel.